Hallo, ik ben Saakje en ik ga pannenkoeken bakken. Voor iedereen is er een lekkere pannenkoekenmix, zoals bijvoorbeeld de volkoren met een stevige bite. Of de glutenvrije mix of oma's pannenkoeken met een snufje kaneel. Bij elke mix verschilt de hoeveelheid melk en eieren, dus kijk altijd op jouw pak hoeveel je nodig hebt. Ik ga aan de slag met de pannenkoekmix origineel. Hiervoor heb je nodig 1 pak Koopmans pannenkoekenmix origineel, 800 ml melk, 2 eieren en boter om in te bakken. Ik begin met het maken van het beslag. De mix mag in de kom en dan mag de helft van de melk erbij. Dit roer je eerst tot een glad beslag, zo krijg je geen klontjes. Dan mogen de eieren erbij. En al roerende de rest van de melk. Dit kan gewoon met de garde, maar met een mixer is het ook handig. Nu kun je gaan pannenkoeken bakken. Laat de koekenpan goed heet worden. Ik bak de pannenkoeken in boter, maar je kunt ook olie gebruiken. Gebruik dan zonnebloemolie, want die is neutraal van smaak. Deel de boter goed, zodat hij overal in de pan zit. En dan mag het beslag in de pan. Ik vind het makkelijk om met een soeplepel te doen, maar je kunt het ook gewoon erin gieten. Vul dan het beslag door de pan heen en weer te draaien. Kijk, en dan zit het beslag mooi overal. En dan bak je net zo lang tot de bovenkant droog is. En dan kun je hem omdraaien. Dat kan natuurlijk gewoon met een spatel. Of je gooit hem om. Maar daar moet je nog even op oefenen. En bak dan de andere kant van de pannenkoek ook lichtbruin. En dan is je pannenkoek klaar. Je kunt pannenkoeken goed warm houden op een bord boven een pan met kokend water. En zo bak je het hele beslag op, zodat je een lekkere stapel pannenkoeken hebt. Uit één pak haal je ongeveer 11 tot 13 pannenkoeken. Zo bak je dus pannenkoeken. Kijk voor meer tips en lekkere variaties op koopmans.com. Veel bakplezier!